De schilderijen die hangen, nu eindelijk, opgelucht. Nou, ik ben vooral heel opgewonden. Ik vind het hartstikke leuk om ze zo bij elkaar te zien. En het was een hele lange rit, maar we hebben er heel lang over nagedacht en voorbereid. Maar het is hartstikke mooi om ze zo bij elkaar te zien. Nu ik ze ook weer zo samen zie, het is voor de eerste keer natuurlijk dat ik ze samen zie, maar haar kende ik al. En hun kende ik ook al, maar ze zo samen, dan zie je weer wat voor geweldige schilder Versprong is en hoe inderdaad het allermooiste kinderportret van de Hollandse Gouden Eeuw is. Ja. Hartstikke jong, maar ze presenteert zich als een hele volwassen dame. En er schattige blosjes op haar wangen die verraden hoe jong ze eigenlijk is. Terwijl ze daar zo deftig in haar eentje staat. En ze is waanzinnig goed geschilderd door Johannes Versprong. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd die collectie, dat was de collectie van de hertogen van Oldenborg, die werd verkocht. Het meisje werd gekocht voor het Rijksmuseum in Amsterdam. De ouders die vertrokken naar Amerika en die zijn uiteindelijk in de jaren 50, 1957, in Rijksmuseum Twente terechtgekomen. En nu dus eindelijk na zoveel jaar weer een keertje heel even voor 4 maanden bij elkaar. 4 maanden lang is het meisje bij haar ouders op bezoek.